Gaspedale und wir schauen auf die Road to Final. Eigenlijk nog best wel hard inderdaad op, met je blote voeten. Ja, hè? Was nog best wel dat was best nog wel gedurfd. En omdat zoveel mensen ons de vraag hadden gesteld van waarom trainen jullie niet samen? En jullie zouden samen moeten trainen. En dat was meer zo van, trainen jullie niet samen? Weet je wel, dat wij zeiden, nee, doen we niet. Dat ik wel ben gaan nadenken van, ja, misschien is het juist wel heel goed om dat te doen. Nou klaar, top. En daar is die. Yes. Ja, ik vond het heel leuk. Lisanne, die zei tegen mij, ja, ik zit erover na te denken om bij jou te trainen, maar ik wil wel eerst eventjes met jou overleggen voordat ik naar Sven ga. Want misschien wil je het helemaal niet. En ik dacht alleen maar, hoezo zou ik dat niet willen? Het is toch alleen maar hartstikke leuk. Dus ik was eigenlijk meteen enthousiast en dat ben ik nog steeds. Dus ik vind het allemaal leuk. Ja. Op een toernooi zo kan je precies hetzelfde schema doe je. Dus dan kan je gewoon lekker met z'n tweeën dat doen. En je bent nooit zeg maar alleen, om dat zomaar even te zeggen. Je kan het altijd samen doen. En als ik een mindere dag heb, dan probeert zij me op te vangen, soort van. En andersom, soort van. Of ik weet in ieder geval wanneer ik je met rust moet laten. Daarom, dus ik weet niet. We zitten elkaar niet in de weg. Nee. En we hebben ook niet echt, tijdens trainingen hebben we helemaal niet dat concurrentiegevoel of zo. Dus nee. Je bent elkaar echt alleen maar beter aan het maken. En soms heb je wel eens dat als je met andere meiden traint, tenminste dat ik wel eens in mijn oude team, dat je dan best wel dat concurrentiegevoel krijgt. Van ik moet de voorzitter of ik moet dat. En dat hebben wij eigenlijk helemaal niet. Dus terwijl je dat misschien wel zou verwachten, omdat je natuurlijk wel concurrenten bent. Maar dat hebben we tijdens trainen helemaal niet. Dus dan, dan heb je ook niet het gevoel dat het niet leuk is of zo. Ik denk dat dat ervoor zou kunnen zorgen dat het misschien niet leuk is, maar dat hebben we niet. Dus dat is tot nu toe nooit voorgekomen eigenlijk. Nee. Voorbij ziet lopen en je denkt, hey Lisanne, en het is Laura of andersom, weet ik veel. Tuurlijk, dat kan gebeuren en dat snappen we ook wel, maar soms met kranten of interviews of zo, of mensen die dan artikel over ons schrijven. Heel veel druk nu. Ja, maar dan vind ik het wel anders, want dan denk ik, je moet er gewoon even, als je er even in verdiept, dan kan je het echt duidelijk zien. Ja, er zijn wel momenten dat ik ook denk van, als ze lopen, dat ik het niet helemaal goed heb. Van, hey, is dat nou Laura of is dat nou Lisanne? We'll be right back.
Nou, het hele interseizoen was voor mij echt een drama. Ik heb natuurlijk totaal niet, het ging totaal niet zoals ik wilde. Ik liep 54ers, laten we het gewoon nog maar een keer zeggen. Ik liep 54. dus dat was gewoon echt niet goed. Ik vond het mentaal wel echt heel moeilijk. En ik heb dat ook wel, daarna heb ik ook echt wel gedacht van hoe kan dit nou? En ben ik wel goed aan het, ja, iets wat ik aan het doen ben, is dat wel goed. En natuurlijk de eerste wedstrijd in de outdoor was ook gewoon echt niet goed. Dus ik heb daar zeker mentaal, of ik heb daar zeker aan getwijfeld en mentaal was dat niet echt makkelijk. Ik denk dat jij misschien net iets anders hebt. Ja, voor mij was het wel anders omdat ik eigenlijk een beetje rond mijn PR de hele tijd liep. Dus ik liep eigenlijk wel gewoon, ik had nooit sneller gelopen. Dus ja, het was oké. Maar ik had natuurlijk wel meer gewild. Lekker dit. Eet ook zitten. Ik denk ook echt dat als je fluistert dat je het wel niet hoort, hè? Nee, die 4 en 2, die alles won dit seizoen. Volgende week weer dat ik misschien een plusje. Een plusje? Ben je bang dat je het koud krijgt? Ging. Je hebt zoveel aan. Als ik thuis ben en op een moment fucking koud en op een andere moment zweet ik me helemaal Ja, je merkt wel dat ze zusjes zijn. Maar dat maakt het ook wel heel leuk om met ze te trainen. Je merkt dat ze echt wel een band hebben en dat ze inderdaad elkaar natuurlijk al zo lang kennen. Dat het soms heel makkelijk gaat in de omgang. Maar dat maakt het juist wel heel leuk. Nou, Lisa, ik kan niet hoor. Deze gaat te ver. 4, 3, 2, 1, go! There's a beautiful day headed your way. Keep your head up, up, up. You'll be okay. A beautiful day waiting for you. Just open your eyes, you'll see it's true. Good times, sunshine, gonna be here in no time now. Bad times, gray skies, push them all away, turn them upside down. You're gonna break new ground, turn everything around. You're gonna live your life. And there's a beautiful day headed your way. Keep your head up, 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 you'll be okay. Beautiful day waiting for you. Just open your eyes, you'll see it's true. A beautiful day. Kijk, je maakt natuurlijk een idee van begin winter tot aan Berlijn. En dan, ik wist wel dat het harde trainen invloed had op hun maximale presteren. Want, ja, ik wist wel dat ze in maart, februari niet deden wat ze normaal gesproken kunnen in echt een goede shape. En ik had ook wel verwacht dat ze stukje bij beetje elke keer iets sneller zouden lopen in het seizoen. Maar ik had wel eerlijk gezegd dat verwacht dat de eerste twee wedstrijden buiten, dat die wel ietsje sneller gingen. Hoewel de eerste had ze nog wel een reden volgens mij dat het niet goed ging onderweg. Toen voelde ze iets verzuring, toen dacht ik ga even wat rustiger. Nou, dat is gewoon een fout. Maar de tweede wedstrijd in Polen, die ging volgens mij wel goed voor haar gevoel en de tijd viel tegen. En toen dacht ik wel van hé, er moet er nog wel wat gebeuren. Ik heb wel altijd bijvoorbeeld
dat bijvoorbeeld Lisanne toen in Liel zo hard liep, dacht ik echt alleen maar van wow, ziek. Ook omdat het voor mij heel erg als verrassing bijna kwam. En ja, misschien ook wel voor Lisanne, maar dan ben je alleen zo blij voor die ander. En dan heb je wel zoiets van, oh, dat zou ik ook wel willen. Maar dat is alleen maar goede motivatie, zeg maar. Het is nooit dat je echt denkt van, oh jezus, ik train met haar. Zij is veel minder goed en nu leeft ze harder. Dat echt totaal niet. Nee. Ja. Ga je even bellen? Hallo? Hallo Sam! Hallo! Ben je daar? Ze is niet gewend dat je ermee kan bellen. Ze is gewend Hallo. Dat je elkaar de hele dag hebt. Hallo! Is daar iemand? Volgens mij is het Sam. Tuut, tuut! Dat is jouw feestjaar meestal, toch? Tuut, tuut! Ja, maar Sam... Hallo? Hallo? Zie je cool weglopen? Gewoon, ik denk gewoon, pak die Sanne. Ik ga die gewoon niet opnemen, hoor. Doei! Ze trappen niet in. Het is een beetje zoals een slag. Ik weet niet of ik dit 4 keer volhoud. Ik zit al in mijn hoofd van, oh, als ik maar 2 keer haal. Ja. Maar op zich, vorige keer. Dat je zou inderdaad ook nog wel echt wel. Het gaat echt wel zwaar vandaag. Goed jongens. Al maar 1 ronde klaar en normaal gesproken heb je altijd nog wel een estafette die je dan hebt. En nu was het ineens helemaal afgelopen, dus dat was wel echt raar. Media van tevoren was het van ja, Lisanne gaat goud halen, want die staat eerst. En dan denk ik, ja, maar dat gaat niet zomaar, weet je wel. Dus het gaf zeker wel enige druk. Alleen, ja, ik heb wel elke keer tegen mezelf gezegd van ik moet eerst die finale maar halen. Want dat was ook al een hele opgave, maar dat bleek uiteindelijk ook wel. Dus ja, daar focuste ik me gewoon heel erg op. En ik dacht van die medailles zien we wel op het moment dat ik in die finale sta. En als ik er dan in haal, is het gewoon hartstikke goed. Dus ik heb het geprobeerd beetje weg te duwen, zeg maar. Dat zo van je moet goud halen, maar dus dat is denk ik uiteindelijk wel goed gelukt. Want ik denk dat ik niet, ik denk dat als ik me te veel had laten meeslepen door de media, zo van oh, je wint dan even medaille, dan had ik misschien ja, zeg maar die halve finale wel onderschat. Das Finale und wir schauen auf die Road to Final. Beim Finale 400
ik wil eigenlijk bij alle toernooien zo hoog mogelijk eindigen. Ja. En met hoog mogelijk eindigen bedoel ik eigenlijk wel top 6 minimaal. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik vond het eigenlijk heel leuk, want het was voor Lisanne heel leuk, maar voor mij was het eigenlijk helemaal niet leuk. Nee. Omdat ik gewoon niet heb gelopen hoe ik daar wilde lopen. Maar ja, gelukkig heb je dan nog wel zoiets dat Lisanne het gewoon heel goed doet, waar je gewoon wel eigenlijk ook nog heel veel van meekrijgt. Dus het is een beetje dubbel, ja. Stilte, opnames!